Je wilt je huis op de beste manier beveiligen tegen indringers. Ed laat zien op welke manier je dievenpennen in ramen en deuren aanbrengt. Daarvoor is nodig... boormachine, zet dievenpennen, hamer, boor of spieboor op maat. Zet de deur helemaal open. Boor aan de scharnierzijde 2 gaten in het midden, het hart van de zijkant van de deur. 1 gat een paar centimeter onder het bovenste scharnier en een tweede gat een paar centimeter boven het onderste scharnier. De diepte van de boorgaten is ongeveer 2/3 van de lengte van de dievenpen. De diameter van de boorgaten is gelijk aan de dikte van de dievenpen. Sla met de hamer de dievenpennen in de boorgaten. Sluit de deur zachtjes. De afdrukken van de dievenpennen worden zichtbaar in het kozijn. Boor de gaten voor de dievenpenbusjes met een spieboor op maat. Boor deze gaten 2 mm naast de afdruk in het kozijn richting de scharnieren. De diepte van de boorgaten is gelijk aan de lengte van de dievenpenbusjes. Sla de busjes er met een hamer volledig in. En sluit de deur. Eddie, ready.